Welkom bij R-Tech. Techniques, technology, technieken, technologieën. Daar gaan we het over hebben. Met vandaag verf. Ja, het is meer een tip over verf. Ik ben dus absoluut geen schilder, maar ik heb wel schilderles gehad ooit. En ik kreeg dus van mijn schilderdocent in mijn tweede jaar van de academie een overzicht. Kijk, een overzicht met wat voor soorten geel en blauw en alle secundaire en primaire kleuren je eigenlijk in je... En ook nog een overzichtje. Ja, het is voornamelijk handig als je wil beginnen met schilderen. En er zijn zoveel kleuren in de winkel. Wat moet je in vredesnaam kopen? Dus hij gaf me deze lijst. En hij vertelde me waarop te letten. En ik dacht misschien kan ik dat met je delen. Dus laten we beginnen. Oké. Nummer 1. De rode. Je hebt natuurlijk rode, blauwe en gele. Als primaire kleuren in de schilderkunst. Hij geeft aan dat het is handig om verschillende rode te hebben als basis. En te beginnen met primair magenta. Primair magenta. En karmijn. Karmijnrood is iets donkerder. Kijken. Ja. En echt rood. Ook wel, ik had net opgezocht, cadmiumrood. Ik denk dat het, want hij kort alles af, dus een beetje moeilijk begrijpbaar. Cadmiumrood. Nou, die heb ik niet, maar dat is een beetje zoiets. Beetje de kleur van de stoel. Dus een beetje, het gaat meer richting oranje. Dus magenta, karmijn. En echt rood. Door met de blauwe. Cyaan. Die hebben we hier. Primair cyaan. Ja. Check. Dit is een beetje de lichte blauw. Dan ultramarijn. Nee, deze niet. Supermooie kleur vind ik dat. Ultramarijn. Waarin vroeger schilderijen echt super duur. Van dat echte diepe blauwe. Nou, dat is dit niet natuurlijk. Dit is gewoon een acrylverf. In ieder geval een marijn. Een beetje middenkleur blauw. Hier staat weer. Petal luftblauw. Petal luftblauw. Ook wel Pruisisch blauw. Dat is dan een donkerblauw. Pruisisch blauw. Heel donkerblauw. Dus cyaan, ultramarijn en Pruisisch blauw. Dat zijn de basisblauwen waar je mee heel veel kunt mengen samen met de rode. En de gele. Geel. Citroengeel. Ja, ook wel primair geel. Volgens mij is dit echt citroengeel. Ja. Hij zegt dus citroengeel. En, streepje, eigeel / hansegeel / katglokkerum. Oker, denk ik dan. Maar ja, dat wordt later nog genoemd. Dus er is nog een geel. Die zou kunnen, maar dit is niet primair. Ik heb geen idee. In ieder geval deze geel. Dat zijn dus de primaire kleuren. De rode, blauwe en gele. En dan geeft hij nog aan wat secundaire kleuren. Want je kan natuurlijk met die drie soorten kleuren alles mengen. Maar ja, echt bepaalde soorten groens. Chromoxide. Chroomzijde. Even googelen. Oké, hij zegt dus chroomzijde groen. Als ik het zo probeer te lezen. En volgens Google is dat een beetje... beetje grasgroenig. Zo. Dus ik denk dat ik toen de permanent groen donker had gekocht daarvoor. Ik weet niet of die dat bedoelt hoor. Maar ja, je zou het kunnen overwegen. En ik heb ook nog
echt wat lichtgroen. Mooi. En hij zegt echt groen, smaragdgroen. Als een soort van aanvulling op de primaire. En we hebben natuurlijk nog meer secundaire kleuren. Oranje. Cadmium oranje weer, denk ik. En atter. Cadmium.atter. Als iemand dat weet, laat het me weten. In ieder geval, ik heb deze oranje. Het is precies dezelfde oude verpakking en een nieuwe verpakking. En het is AZ0 of AZO oranje. Beetje Koningsdag oranje. Altijd handig. En een paars, maar daar staat niet echt wat bij. Atter. Ik heb deze paars, omdat ik dat gewoon heel erg mooi vond. Permanent blauw violet. Je hebt vast ook wel permanent rood violet. Dus deze is meer een koelere variant. Met rood is een warmere variant. Maar ik vind het gewoon echt hele mooie, diepe, donkere kleur. En oké, dan hebben we de primaire kleuren en de secundaire kleuren gehad. En hij geeft nog aan in een soort van overzichtje dat echt aardetinten. Dat is been. Aardetinten heel moeilijk zijn om te mengen. Zo is echt een mooie kleur bruin. Je kan natuurlijk al je kleurtjes door elkaar gooien. Maar nou echt een hele mooie bruin oplevert, dat is maar de vraag. Aardekleuren, warme en koele. Warm gebrande en koel nauw of rauw. Ja, ik weet echt gewoon niet zo heel veel van verf. Maar ik dacht, misschien heb je er wat aan. Ik denk dat er staat rauw. Warm gebrand, dat zijn ombere kleuren, sienna en okers. Nu heb ik ombere gebrand. Handig dat het er ook gewoon op staat. Hè? En een oker. Ja, ik vind het echt zo'n mooie kleur. Gele oker. Sienna heb ik niet. Oké, en daarnaast natuurlijk zwart en wit. Wit. Hij geeft aan, je hebt wit, titaan, wit en titaan gemengd. Noodzakelijk kwaad. Ik heb in ieder geval titaan wit. En ook in een grotere variant. En gewoon zwart. En gewoon zwart. Hier staat ook nog wit plus kleur. Plus ietsje andere kleur. Is iemand aan het boren? Hier staat wit. Plus een kleur. Plus een ietsje andere kleur. Veldje. Gezochte tint. En dan staat het in het vakje van koolrauw. Aardetinten. Ja, oké. En dan nog een schema met GE1 met BL1, RO1. Dus zijn. En dan heel schema van de primaire kleuren naar de secundaire en naar de tertiaire. Dat is het wel. Verder vertelde mij toen ook van dat je het beste kunt mengen met paletmesjes in plaats van kwasten. Nu hoef je dat helemaal niet als je net begint een hele dure dingen te kopen. Kijk eerst wat jou bevalt. Het is nooit mengen met je vinger. Het is meer zo als je echt zo gaat mengen dat het dan helemaal in de huls gaat. En ja, dat kan gaan schimmelen. Of je hebt als je andere kleuren wil mengen dat de vorige kleuren nog weer terugkomen in je kleur. Dat wil je gewoon niet. Dus je kan kleuren mengen in een bakje en dan. Dit is zo plastic, hè? Dat is echt niet normaal. Dus wat ik zeg, ik ben geen schilder. Maar ik vind het wel erg leuk. Dit waren de tips, die wilde ik graag met je delen. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En heel veel succes. En tot de volgende keer maar weer.